Boonstra, na afloop van opnieuw een Rotterdam Marathon. Wat zijn je gevoelens bij 2:32? Eigenlijk ben ik wel tot 30 kilometer heel tevreden, want het ging echt heel goed. Maar toen had ik echt overal kramp. Dus vanaf 30 heb ik met kramp gelopen. Ja, en dan is het eigenlijk maar gewoon een beetje uitjoggen en zorgen dat de kramp er niet zo erg inslaat dat je stilstaat. Dus ja, zo'n 2:32 zegt dan niet zo heel veel meer. Want zonder kramp, zeg maar, loop je die 4 minuten wel sneller. Dus op zich heb ik wel een redelijk goed gevoel eraan overgehouden. Ja. Je had een hele goede voorbereiding. Een voorbereiding die je zegt van, nou, ga een mooie tijd lopen. Ja, en ik voelde me ook echt super goed. Eigenlijk tot 30, zeg maar. En het ging ook echt wel makkelijk. Maar ja, de wind is eigenlijk continu blijven tegen zitten. Ja, er valt bijna iemand, sorry. Maar dus of het echt daaraan ligt. Er zijn heel veel die niet echt een super goede tijd hebben gelopen. Dus ik kan eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Ik bedoel, ik voelde me super goed. En het is niet zoals vorig jaar dat ik me gewoon vanaf het begin niet zo goed voelde. Dus dat vind ik echt wel weer een vooruitgang. Maar als je gewoon kramp hebt, weet je, ik had in mijn bovenbenen, liezen, kuiten, hamstrings, overal kramp. Weet je, dan is het alleen nog maar, ja, weet je, je kan niet zo heel veel meer doen dan. Dus dan, ja, zegt zo'n tijd heel weinig. Dan is de marathon echt een leidersweg. Nou, ik dacht op een gegeven moment wel van, hoe ga ik ooit nog bij de finish komen? En 400 meter voor de finish schoot het er echt in. Want ik wilde nog een soort eindsprintje doen, maar dat was niet heel verstandig. Dus toen moest ik nog weer gas terugnemen. Maar ik was blij dat ik bij de finish was. Maar toch weer gefinished? Ja, en het is ook wel weer sneller dan vorig jaar. Dus dat is ook wel weer positief. Dus en Nederlands kampioen. Yay! De hoeveelste titel? Op de marathon de tweede in totaal, weet ik niet. 15e, 16e, ik weet niet precies, ja. Dat is een rijke palmares, hè? Ja. Ja, het was nu niet heel spannend, geloof ik. Ik weet ook niet wie nummer 2 en 3 zijn. Dus dat, Ja, het duurde een tijdje voordat ze er waren. Maar nu even resumerend. Je hebt natuurlijk ook een ander doel. Olympisch limiet. Ja, en het lijkt natuurlijk alsof je er nu heel veel daarvan verwijderd bent in 4 minuten. Maar weet je wat het is? Ja, probeer zelf maar eens de laatste 10 kilometer met kramp te lopen. Dan is het gewoon echt joggen. Dus zo'n tijd zegt me op dit moment niet zo heel veel. Dat klinkt misschien voor de niet-marathonlopers heel raar. Maar het gevoel was weer goed. Ik heb ook echt een hele goede voorbereiding gehad. En ik heb nog 2 pogingen, dus we gaan gewoon het najaar weer een poging doen. En ja, ik weet natuurlijk niet of het gaat halen, maar ik denk dat ik in ieder geval wel in de buurt kan komen. En we zullen het zien, ja. Amsterdam? Nee, geen Amsterdam. Dus? Het liefste zou ik Berlijn lopen. Een stuk snel parcours. En meestal wat met minder wind, omdat het goed beschut is, zeg maar. Dus dat zou wel een ideaal plaatje zijn, ja. En dan gaat deze master het nog een keer proberen? Nou ja, ik start gewoon bij de senioren, hoor. Dus ik ben nog steeds senior, gewoon. Ja. Qua leeftijd bedoel ik? 28. Het is wel bijzonder, Miranda. Word je toch weer Nederlands kampioen? Ja. Nou ja, ik had van tevoren niet heel anders verwacht dan dat ik Nederlands kampioen zou worden. Dus, het is wel weer leuk. Ja. Hoe gaat die voorbereiding richting Berlijn dan waarschijnlijk? Hoe gaat die eruit zien? Dan moet ik even met de coach overleggen. Maar gewoon weer hard trainen en ik zal weer op hoogte gaan, een beetje de warmte opzoeken. Een coach op afstand? Ja, maar dat heeft echt goed gewerkt. En de coach is ook gewoon nu hier. En het was echt heel fijn om die de laatste paar dagen erbij te hebben. En het gaat heel goed op afstand. Ik mail echt superveel en we skypen. En ik mis het niet om een coach, zeg maar, heel dichtbij te hebben. Want daar heb ik eigenlijk nog wel mijn vriend voor. Die, als ik echt dingen heb, zeg maar, die kan dat wel weer oplossen, zeg maar. Dus ik mis het echt totaal niet. Het is echt super. Ik ben echt heel blij dat ik veranderd ben van coach. Hij heeft me echt heel goed gedaan. En Ik wens je heel veel succes van de weg van Rotterdam naar Berlijn. Dankjewel. Miranda Boonstra, nationaal kampioene. En nog altijd met de Olympische limiet in haar achterhoofd. Ja, waarom niet? Toch? Dankjewel. Graag gedaan.